bezoek. Sinterklaasavond. Hoi, ik ben Julia en ik woon een week lang op Utrecht Centraal. Eet smakelijk. Vannacht was niet echt de beste nacht hier. Vannacht gebeurde namelijk dit. Het is 1:30 s'nachts geloof ik. Wordt voor het eerst echt wakker geklopt hier. Er staan mensen voor het raam. Echt geen zin om open te doen. Ik hoor ook gewoon dat ze een beetje zo proberen van de buitenkant zo het slot te draaien. Ja, dat is toch sick. Voor het eerst dat ik het een klein beetje beangstigend vind of zo. Dat heb ik echt nog niet gehad hier in deze hele week. Echt niet. Maar dit is niet zo heel tof. Nou. Ze zijn weg. Ik ga maar lekker verder slapen. Attentie, attentie. Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de uitgangen en de nooduitgangen. Attention, attention. Wat is er aan de hand? Ik word helemaal bang. Echt geen idee. Attentie, attentie. Wij verzoeken u... Er is dus niks ergens aan de hand. Er is helemaal niks ergens aan de hand. Er zit ergens een of andere kortsluiting ergens. Het gebeurt heel vaak hier. Okay. Oh, hè? Je hoort het ook helemaal hier nog. We zitten op een andere in alle winkeltjes hoor je het ook. Oh. Niemand kan nu ook meer in- en uitchecken, omdat er dus een sloop op een ontruimingsalarm afgaat. En dan moet iedereen zo snel mogelijk het station verlaten. Nou, ik kreeg net bericht dat het weer stil zal zijn. Dus ik ga weer lekker mijn bed in. Oh, het is me wat. Wonen op een centraal station. Goedemorgen. Goedemorgen. Een heerlijk ontbijtje bed voor jou. Oh, wat lekker. Wow. En dan heb ik ook nog eens champagne voor nee. Je. Echte kwaai ontbijt. Oh, wat goed. Oeh. Yes. Oh. Cheers. Oh, dit is nog eens een top ontbijt. Vanochtend vers gemaakt. En de koffie is ook net gezet. Dus ik hoop dat het allemaal bevalt. Van Bistro. Mm-hmm. Nou, Bistro super, en de koffie is van het koffiehuis. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. En ik ga eens eventjes op pad. Want ja, als je ergens woont, dan moet er ook schoongemaakt worden. Morgen is de grote opening van Utrecht Centraal. En dan moet alles natuurlijk helemaal picobello zijn. Dus ik ga de schoonmakers eens even een handje helpen. Julia. Moment. Ik kom even helpen in de schoonmaak. Oh, lekker. Hey, en de piano, maken jullie die ook wel schoon? Ja. Ik ga helft schoonmaken, jij de rest helft. Oh ja, oké. Okay, heel goed. Ja, zet me maar aan het werk. Ga je dan ook af en toe even spelen op de piano? Ja, ik speel ook. Wat heb je voor borsteltje hier zo? Dit heb ik gevonden. Voor een make-up? Ja, make-up. Maar niet voor mij, maar is voor vrouw. Voor je vrouw? Oh, dat is lief. Dus wanneer de vacature open? Jouw aanneem. Ja, neem je me aan? Ja. Yes. Half werk, half salaris. Half salaris. Ja, ergens beginnen om te werken, goed afmaken. Afmaken, ja. Even iets drinken? Ja, is woonkamer, hè.